In januari 2020 startte de bouw van de brug ter verbetering van de infrastructuurverbinding tussen Blauwestad en Winschoten. De brug bestaat uit 4 gecombineerde bruggen over het Winschoterdiep, de A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Het ontwerp is afkomstig van architect Nol Molenaar. En met een lengte van 800 meter is deze fiets- en wandelbrug de langste van Europa. En dan staan we eindelijk op de brug, meneer Heringa. Hoe is dat? Dat is fantastisch mooi. Een brug waar we ook bijzonder trots op zijn, ook heel blij mee zijn. En een brug waar we natuurlijk met alles mee beleefd hebben voordat hij ooit klaar was. Maar dat hij er is, kijk, nou dat alweer ook een teken van dat ze blij zijn. En wat ik eigenlijk heel mooi vind op het ogenblik, dat als je bovenop staat, zoals van de week, dat je iedereen zo positief hoort wezen. Ja, want het heet, de voorbereiding was best lang, hè? De voorbereiding was best lang, vanaf 2014, hè? In het begin. Ja. Toen zijn we al begonnen mee, tenminste van werkplatform uit dan. En ja, met een werkgroep te worden. Want, dus. Wat was uw functie? Ik ben de voorzitter van het werkplatform Parkwerk Kloostervallei. En van daaruit zijn we erin betrokken geraakt. En dat was eigenlijk Leo Kansmi destijds van de gemeente. Die zei, maar jullie moeten zorgen dat jullie dus een werkgroep worden. Dat jullie mee kunnen denken over bouw van de brug en al wat ermee te maken heeft. Nou, dat is fantastisch geworden. Ja, dat ging heel mooi. En het was zelfs zo dat mensen van de provincie in eerste instantie kwamen ons voorlicht te geven en met een mond vol tanden zaten. Ja, wat mogen wij wel vertellen aan hun? Dat was al heel allemaal uitzoeken met elkaar. Dus. Ja, heel pril. Heel pril in ieder geval, ja. En nou heb ik gehoord dat, kijk, het kost wat, dan heb je ook wat. Maar ja. Eigenlijk is dit een brug die eigenlijk helemaal niet zo duur is. Nou, als je bekijkt, kijk, ik heb jarenlang via Facebook bijna moeten bestrijden. En dat de brug voor de gemeente enorm duur was. Wat natuurlijk niet in de hand was, want de brug werd betaald in grote deel voor 6 miljoen door de provincie en 5 ton voor het Winschoterdeelstukje. Wat de gemeente al dan moest doen. Dus dat viel allemaal best mee. Ik denk dat het een hele goede investering is. Maar goed, ik heb makkelijk praten omdat ik in Blauwestad woon. Voor ons scheelt het een stuk als ik op de fiets naar Winschoten ga. Dus, daar gaat vast heel veel gebruik van gemaakt worden. Dat is het punt ook. Dat je natuurlijk van tevoren naar die bruggen allemaal net niks. En dat je van de week ook keek hoe druk het met fietsers was. En dat er klachten waren. Ja, mijn man moest altijd omheen slaan, want die kon er als niet door. Ja, oké. Dat is het begin. Maar ook voor de kinderen vanuit de Blauwestad naar de scholen toe is het een mooi korte stuk geworden. En bijvoorbeeld naar de plusmarkt voor boodschappen doen, nou, noem maar op. Naar het centrum toe. En dit is gewoon een enorme tijdswinst, ook qua fietsen en qua afstand. Wat betekent deze brug voor Oldambt? Nou, ontzettend veel. Het is natuurlijk een prachtig icoon in ons mooie landschap. En het verbindt Blauwestad met Winschoten. Dus het is voor mensen uit Blauwestad, zijn ze zo in het centrum van Winschoten om even boodschapjes te doen. Maar ik heb ook heel veel mensen uit Winschoten gehoord van, joh, ik ben in 10 minuten bij Strand Zuid. Dus het is de andere kant op ook geweldig. En ik ben er ook voor overtuigd omdat het zo'n unieke brug is, dat er ook toeristen op afkomen. Dus ik denk dat we er allemaal enorm van gaan profiteren. Betekent echt heel veel. Nou, heeft hij de naam gekregen, Pieter Smitbrug. Ja. Waar komt dat vandaan? Nou, toen Pieter Smit was overleden, kwam vrij snel daarna een aantal mensen die zeiden van, kunnen we die brug die gaat gebouwd worden, kunnen we die niet naar hem vernoemen? En daarover zijn gesprekken gevoerd met de familie en met de provincie en de gemeente. En toen hebben we met elkaar besloten, het wordt de Pieter Smitbrug. Pieter Smit was een verbinder, hè? Heeft dat met de brug te maken? Ja, absoluut. Pieter Smit was natuurlijk de burgemeester van eerste burgemeester van Oldambt. En hij was ontzettend populair bij de Oldambsters. Hij verbond de stad Groningen, provincie Groningen met het Oldambtse. Verbond mensen met elkaar, ondernemers met elkaar. Dus hij was echt een bruggenbouwer. En daarom is het extra mooi dat hij is vernoemd. Gaat u er veel gebruik van maken?
Nou, ik denk het wel. Ik heb gisteren al het ommetje. Ik maak elke dag een ommetje lopend. En het werd een wat groter ommetje. Zijn we er overheen gelopen. En ook s'avonds is het echt prachtig. Het is heel mooi verlicht. En ja, fietsend ook. Als je in de regio wil gaan fietsen, is het natuurlijk een prachtige verbinding. Nou gaat het heel hard sneeuwen straks. Ja. Gaat het goed komen met deze brug? Dat hoop ik. Het is wel zo breed gemaakt dat de strooiwagens op kunnen. Maar goed, als het zo erg gaat sneeuwen, zal het bij meerdere wegen en ook fietspaden zo zijn dat het wat ingewikkelder wordt. Maar we gaan zeker ons best doen.